Hallo, in deze video ga ik uitleggen hoe je in Excel een grafiek kunt maken van gegevens die je eerder bij een practicum hebt gemeten. Het practicum waar het hier over gaat is een kogel en die kogel heeft drie verschillende snelheden gekregen. Snelheid 1, 2 en 3. En je gaat meten hoe lang de kogel heeft gedaan over een afstand van 25 cm, 50 cm, 75 cm en 100 cm, 1 meter. Nou, je hebt diverse metingen gedaan, maar het gaat in deze video even erover uiteindelijke tijd. Ja, en hij heeft over die afstanden, ja, over deze afstanden, heeft hij deze tijden gedaan. En dat is voor snelheid 1. Voor snelheid 2 heb je natuurlijk hetzelfde iets, dat is deze. En deze metingen. En voor snelheid 3, die en die. Ja, ik krijg dus nu 3 XT-grafieken of 3 XT-diagrammen in één grafiek. Hoe gaan we te werk? Nou, allereerst ga ik een grafiekgebied maken waar grafieken in komen. Ik kies voor invoegen. En dan zie je hier heel veel verschillende soorten grafieken. Voor natuurkunde kiezen we altijd voor een spreidingsgrafiek. Ook hier kun je diverse soorten weer kiezen, maar kies voor deze, de spreiding met alleen maar de puntjes. Dus ik klik hierop en hier komt straks mijn grafiek in. Ja, sleep hem eventjes naar een plek toe waar je wilt hebben. Nou, ik zet hem hier neer. Je kunt hem natuurlijk ook nog wat groter maken of kleiner. Ja, dat is aan jezelf. Goed, hij is leeg. Hier komen dus nu de gegevens in. Dat doe ik als volgt. Ergens in het grafiekgebied klik ik met mijn rechtermuisknop en dan kies ik voor gegevens selecteren. Deze hier. Ja, hier klik ik op en dan lijkt het meteen van hey, ga hier iets intypen. Maar dat hoeft niet. Je kunt beter kiezen voor toevoegen. Dus ik klik op toevoegen en je krijgt dan een nieuw venster. En hier komt de naam te staan die de grafiek krijgt. Nou, ik begin met snelheid 1, dus snelheid 1. Zo, nu ligt deze naam vast. Misschien is het beter om niet deze naam vast te doen, dus deze verwijder ik even. Maar ik zeg van, hé, de naam die hierin komt, moet een naam zijn die ik hier getypt heb. Ja, en je ziet hier dat je dan hier ja, een formule krijgt die weergeeft wat hier staat. Het is makkelijk, want dan kan ik later hier eenvoudig een naam veranderen en dan komt die in de grafiek ook meteen opnieuw tevoorschijn. De x-waarden, de horizontale as, dat is de tijdsas. Dus hier komen de waarden voor t in. Ja, en hoe doe je dat? Ik ga naar t. Ja, ik ga hier staan. Linker muisknop ingeduwd houden. Je sleept naar beneden toe. Je laat los. En hier staat de formule waarbij de 4 tijden staan genoteerd. De y-waarden, de verticale as, daar komen de x-waarden terecht. De plaats, er staat nu een eentje, die ga ik wegdoen. Zo, wegdoen. En ik zet hier dus nu de waarde voor x bij. Dan zijn dus deze 4 waarden. Zo, ja, klaar. En je ziet hier, ze staan. Ik klik op OK. Snelheid 1 is hier toegevoegd. Nog een keer op OK. En je ziet keurig 4 meetpunten en ze liggen redelijk op een rechte lijn, dus ik wil hier nu een rechte lijn doorheen tekenen. Ook dat doe je met Excel. Je gaat op een willekeurig puntje staan, maakt niks uit welk puntje, dus laat deze maar eens nemen. Ja, ik klik op de rechte muisknop en ik kies voor trendlijn toevoegen. Ja, klik daarop. En je kunt dan in Excel verschillende soorten grafieken kiezen. Ja. Hij staat standaard op lineair en ik wil inderdaad hier ook een lineair grafiek hebben, dus mooi een rechte lijn. Maar normaal, dan zul je zo'n rechte lijn door willen tekenen, van daar daarheen. Dat kan in Excel. Ja, dit punt hier houdt nu op bij 0,858 seconden. Dat is dit punt hier. Ik wil hem dus 0,858 seconden lang verder naar links tekenen, terug. En dat doe je hiermee. Ja? Dus hier zet ik bij van, hey,
Ja, laat hem terugtekenen. 0,858. Zo. En je ziet dat je inderdaad keurig terug wordt getekend. Dat. En nu heb ik een mooie rechte lijn. Zo, doe deze eventjes weg. Ja, een mooie rechte lijn. En net niet door oorsprong. Ja, zou je door oorsprong moeten? Eigenlijk wel. Hè? Want ja, na 0 seconden zou je toch ook 0 seconden ver weg zijn. Maar de lijn gaat wel door alle punten heen. Dus blijkbaar heb ik bij ieder punt één en dezelfde meetfout gemaakt. Een systeemfout. Ja, dus het is misschien niet zo slim om te zeggen van ja, maar hij moet door oorsprong. Nee, je kunt beter zeggen van nou, waarschijnlijk zullen al deze puntjes net iets naar beneden moeten worden gedaan. Blijkbaar heb ik een fout gemaakt bij het opmeten van de plaats. Of misschien bij de tijden. Dat kan natuurlijk ook dat ik iedere keer net iets te vroeg op stop heb geklikt. Oké, ik laat hem eerst zo. Stel je voor je wou hem wel door de oorsprong laten gaan. Dan ga je op de lijn zitten, daar. Ja. De rechter muisknop ingeduwd houden. Je kiest voor trendlijn opmaken, aanpassen. En dan kun je hier zeggen van hey, snijpunt instellen. En er staat nu op 0,0. Ja, en als ik dus nou deze klik, zo, snijpunt instellen, dan forceer je dat de grafiek zo wordt getekend dat je door de oorsprong gaat. Kijk, als ik nu zo doe, ja, dan zie je dus een lijn door de oorsprong heen. Maar hij gaat niet door alle punten heen. Dus dit is een beetje een geforceerde grafiek. Ja, beter is het in dit geval. Ja, ik ga weer opmaken. En ik zeg van nou, toch maar niet door de oorsprong. Zo. Oké. Okay. Nu ga ik hier de tweede diagram erin zetten voor snelheid 2. Dan moet je in een grafiekgebied weer met de rechtermuisknop. Let op, ik heb nu hier grafiekgebied. En dit is hier mijn tekengebied. In grafiekgebied, rechtermuisknop, gegevens selecteren. Snelheid 1 staat er natuurlijk nog in. Ik ga toevoegen. Reeksnaam wordt nu snelheid 2, dus ik klik hier. Hier komt de reeksnaam in te staan. De x-waarden zijn weer mijn waarden voor de tijd. Dus hier linker muisknop ingeduwd houden. Naar beneden. En ze staan er. De verticale as. Even het eentje weg. Zo. En ik selecteer de x-waarden. Zo. Oké. 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 En hier staan ze weer keurig. En het moet bijna wel weer een rechte lijn doen, dus ik ga weer op een punt staan. Rechter muisknop, trendlijn toevoegen, lineair. Dit punt hier is nu 0,54, dus ik laat hem 0,54 terug laten lopen. Zo, en je ziet weer, net niet door de oorsprong, net weer een beetje erboven. Wat dat betreft ben ik wel consequent aan het meten geweest. Ik doe deze weer. Weg. Ja, en op deze manier kun je natuurlijk ook snelheid 3 erbij doen. Ben ik nu helemaal klaar? Nee. Want mijn grafiek hoort bij de assen te staan wat het is. Dus ik moet hier hebben te staan dat hier de tijd is in secondes en hier de x in meters. Dat kan. Hier staat een plusje. Ik klik op het plusje. En wat kan er allemaal bij? Nou kijk hier, de astitel. Ik vink dit aan. En ik zeg van, hé, die astitel, ja, even doorklikken, is helemaal geselecteerd. En ik typ x, spatie, haakje openen, m, haakje sluiten, en je ziet een keurig astitel. Ik sleep een beetje omhoog, ik heb hem meestal daar ergens staan. En klaar is hij. Ook hier, ja, astitel, even dubbelklikken. En hier komt de tijd te staan, t, spatie, haakje, s, haakje. Zo, deze maar eventjes een beetje daarheen. Klaar. Helemaal klaar. Bijna. Ik moet natuurlijk nog wel even weten van, hé, wat is blauw en wat is oranje of is het geel. Ja, en dat betekent dus dat ik nooit moet toevoegen. Dus weer het plusje. En ik kies voor legenda. Ja, deze typ ik. En dan zie je dus keurig, blauw is die, oranje is die. Oh, mijn tijd staat nu hier, dus die sleep ik eventjes daarheen. Zo, dat is wat mooier, hè. Klaar. En ik heb een prachtige grafiek.
specifiek bij mijn metingen. En ik kan ook nu laten zien, kijk, die snelheid 1 en snelheid 2, stel je voor ik wil dit veranderen. En ik doe hier V1, zo. Ja. Dan zie je dus V1 en hij verandert hier ook meteen keurig de namen in wat ik hier heb ingetypt. Dus je kunt hier flexibel met de namen omgaan. Snelheid 1 verander ik even weer. Zo. En dat is het. Veel plezier met het maken van grafieken in Excel.